Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie. Zelda, Zeepie, Zelda Player, Zeepie, ik weet het allemaal niet meer. In de vorige aflevering hebben we wat sidequests aan de kant gehaald. Hebben we de Song of Belero geleerd. Hebben we als jongling weer twee pieces of hearts te pakken gekregen. En we hebben eigenlijk nog meer gisteren gedaan. Ik ben het alweer vergeten. Goed hè. In deze aflevering gaan we in Kakariko Village. Gaan we het een en ander eventjes doen. Deze put hier bijvoorbeeld is heel erg belangrijk. Om hier het een en ander te gaan doen. Is ook weer een mini dungeon. Dus handig om dat te weten. Maar wat ik ook heel eventjes wil doen is. Ik heb heel eventjes na zitten denken. En het is eigenlijk best wel handig om hier nou eventjes alvast een Magic Bean te planten. Zodat we hier dus zeg maar een piece of heart te pakken kunnen krijgen op het moment. Even kijken, waar zit hij? Op het moment dat we dat zeg maar willen. Je kunt deze gewoon skippen. Door gewoon te zeggen van nou jongens. Kijk hoeveel golden skulls hebben we op het moment. 35, oké. Nog 15 te gaan. Maar we kunnen deze zeg maar. Dit is niet required. Deze hoef je dus niet te doen. Als je de longshot hebt kun je dus zeg maar. De piece of heart die je bovenop deze ledge zet. Kun je dan gewoon heel makkelijk pakken. Dus deze is niet required. Maar aangezien dat ik er eentje te veel heb. Wil ik hem gewoon niet plaatsen. Zodat we de piece of heart eerder kunnen krijgen. En dat we dus zeg maar weinig moeite ervoor hoeven te doen. Nou, met dat gezegd te hebben. Is het dus tijd om naar onze windmill te gaan. En eventjes de time paradox te closen. Want weten jullie nog hoe dat we de Song of Storms hebben geleerd? De man in de windmolen die vertelde ons dat hij de Song of Storms heeft geleerd. Omdat er een strange kid kwam met een ocarina. Die het nummer speelde en heel de windmolen heeft verpest. Dus dat wil zeggen dat wij dus voor die man zijn neus moeten gaan staan. En dat nummer moeten spelen. Om ervoor te zorgen dat hij het ons in de toekomst zou kunnen leren. Wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Maar goed. Dus we gaan voor zijn neus staan. De Song of Storms, dat klinkt eigenlijk niet zo goed nou. Oh, dat ding gaat veel te snel. En dan drinkt het water dus bij die put weg. En als je dan met hem praat. Go round, go round, go round. What? It's going way too fast. Ah! En dan is hij dus boos op ons. En dat laat hij dus weten in de toekomst. Dit noemen ze eigenlijk een beetje zeg maar, van Ocarina of Time. De time paradox die er dus zeg maar, hier te vinden is. Aangezien dat je een nummer leert. Dat je hem moet leren, dat je hem nog niet geleerd hebt. Iets in die trend. Ik vind het best wel een interessante theorie, maar ja. Mini dungeon tijd, anders blijf ik erin vasthangen. Oké, okay, dit is de bottom of the well. De bottom of the well is een beetje, zeg maar, een dodelijke plek. Omdat jij, ja, je bent ondergronds en er zitten dus, zeg maar, heel erg veel redeads. Er zitten hier best wel veel enge monsters die we moeten gaan verslaan. En vergeet niet, dit spel was rated E for everyone. Oftewel, in onze dingen is dit Peggy 6. Nou, sorry dat ik het zeg. Maar ik vind dit niet echt voor een 6-jarige. Ik bedoel, ik zou een nachtmerrie van krijgen als ik dit zou spelen als ik 6 was. Niet dat ik dit spel kon spelen op het moment dat ik 6 was. Want toen dit spel uitkwam, was ik al. Even kijken, dit spel is uitgekomen. 1996? 97? Ik weet niet meer. Zou ik even op moeten zoeken, dus. Editor heeft het hier al waarschijnlijk in beeld gezet. Maar ik kom zelf uit 87, dus ja, doe de rekenmachine wonder. Oké, nou, er zijn hier dus zeg maar een paar dingen die we kunnen doen. We kunnen hier door muren heen lopen, omdat dit zijn fake muren waar we dus zeg maar kunnen zien. Tot we hier dus, ja, doorheen kunnen lopen. Die muren die zouden we dus zeg maar op het moment kunnen zien als we dus zeg maar een item hebben. En dat item dat vinden we toevallig, heel erg toevallig, in deze dungeon. Nou vraag ik mij af, ken ik hier gewoon? Nee, dat mag ik dus niet. Nou ja, we moeten hier sowieso naar beneden toe, dus het komt alleen maar goed uit dat we hier naar beneden zijn gevallen. Want ik wil eerst eventjes jou even aan de kant even smijten. Ga weg jij. Even kijken, ik wil mijn bommen sowieso hebben. Er is hier het een en ander waar we hier dus zeg maar pakken kunnen krijgen. En ja, ik weet het, er zijn daar weer van die schakelroepie dinges. Dan moet ik heel eventjes kijken, want er zit hier ergens een big chest. Oké, okay, daar hebben we een bomflower. En daar zit, als ik me niet vergis, in of de komp.
kompas zit erin. Want dit is er ook weer eentje met een kompas en een map. Of er zit daar de map in. En die wil ik zeker eigenlijk hier eventjes hebben. Want ik kan hier nogal heel erg snel verdwalen. Nee, daar kunnen we een Great Fairy. Ja, niet een Great Fairy van... Welcome, Zeepie! Niet zo'n Great Fairy, maar een Great Small Fairy. Die dus zeg maar zowel je hearts als je magie vult op het moment dat je het nodig hebt. Wat je dan moet spelen is de Sun Song of the Song of Storms. En die feetjes kun je ook niet vangen in een bottle. Dus hou er rekening mee. Hier is de pick. Natuurlijk altijd weer de laatste kamer. Is jouw schuld. Ik haat jou. Sterf. Ga dood. Ga heen. Ook al ben je al dood. Iets in die trend. Kistje. De dungeon map, wc-papier, hartstikke leuk. Daar ben ik al heel blij om. Nou, dan zien we in ieder geval dus hoe dat de kamers eruit zien. Maar dat zal alleen maar handig zijn met de kompas. Nou, hier ben ik altijd heel erg ongeduldig voor. Ik pak hier altijd gewoon alles. En het interesseert me niet dat ik door de groene Water of Death, tenminste zo neem ik aan dat het eigenlijk heet, dat ik daardoor geraakt word. Nou, dat ik dat natuurlijk zeg, word ik niet geraakt door de Green Water of King. Maakt niet uit. Nou, deze wil je oppakken om dus zeg maar boven de deur open te maken, zodat we daar dus zeg maar onze weg kunnen vervolgen. Nou, er zijn boven heel erg veel secret rooms die we dus zeg maar kunnen vinden, zonder dat we eigenlijk dus ons zorgen hoeven te maken over sleutels of iets, omdat er heel veel onzichtbare deuren zijn. De deur die zit nog dicht, hier zit de laatste sleutelroepie. En als we die pakken, kunnen we hier dus weer naar buiten toe. Nou, de binnenste muur... wacht eventjes. Hier zit hij. De binnenste muur wil je eigenlijk knuffelen, want dan kom je dus automatisch in deze kleine ruimtes terecht. Waar we dus zeg maar kistjes kunnen vinden, waar sleutels in zitten. Je moet het maar weten. Of je weet het gewoon omdat je dus zeg maar de kompas vindt. Dus dat is handig om dat natuurlijk ook te weten. Nou, is er hier een plekje waar we dus zeg maar heel even... Ja, er zit ook ergens hier een green bubble waar ik zeker vooruit wil kijken, maar... Ah, hier hebben we de tweede al, dat is mooi. Ja, dit is de enigste dungeon uit mijn hoofd. Waar dus zeg maar sleutels in zitten als Jong Zeepie. Of hoe dat je je held hebt genoemd. Oké, dan wil ik wel eventjes weten. Want hier hebben we een gesloten deur. En die keer kunnen we openen. Want hier zit geen booby trap. Auw. Waarom moet je me zo nodig pijnigen, jij stom ding. Oké, nou, mag ik even deze kist openen? Ik heb nog niet eens zin om hem eigenlijk te killen. Yay, Deku Nuts. Het item wat je bijna nooit zou gebruiken. Joepie. Nou ja, we kunnen deze deur wel heel erg openen. Waarom ook niet? Wat hebben we hier? Het liefst zou ik eigenlijk al de Lens of Truth hebben. Oh ja. Deze is best wel interessant. Wat we hier moeten doen? We moeten hier de muur knuffelen. Er zit hier eigenlijk een plateau die we alleen maar zouden kunnen zien met de Lens of Truth. Die we dus zeg maar hier kunnen vinden. En de enige reden waarom dat je hier naar binnen toe wil, is vanwege een Golden Sculpture. Ja, er zitten hier Golden Sculptures. Dat is de enige reden waarom dat je hier naar binnen zou willen gaan. Dus je hebt een sleutel, die gebruik je voor een Golden Sculpture. Oké. Nou, op het moment dat we dat gedaan hebben, wil ik heel eventjes de Compass pakken krijgen. En wil ik eigenlijk naar de dungeon item waarvoor dat we eigenlijk komen. Dus als ik me niet vergis is de... Ja, daar zit ook nog volgens mij een deur op slot hier. Ja, wat zijn de shadows of monsters in de ceiling? Ik haat dat. Maar dat hadden jullie al door. Oké, dus er zitten hier inderdaad weer floor of wallmasters. Waar we dus vooruit moeten kijken. Weet je waar, doen een jump aanval. Die deur die zit nog dicht, maar daar wil ik nog heel even mee wachten. Als ik me niet vergis, moeten we daar via de zijkant naar binnen. Dus even hier de muur knuffelen. En dan komen we hier via de zijkant naar binnen. Zorg ervoor dat je niet daar in het midden gaat komen, want er zit een heel erg groot gapend gat dat ons weer daar naar beneden zal laten vallen. En dat willen we niet. Oké, nou. Nu hebben we dus al de kamp S. Yay! En dan hebben we dus nog maar één ding nodig en dat is de Lens of Truth. Gaat goed. Mijn stem had in aflevering 2 nergens problemen mee. En in aflevering 3 zegt hij weer dat hij er niet kan. Oké, nou. Dankjewel, Darkplayer. Iedereen vroeg zich af of Darkplayer weer een keer zou komen. Maar hij is weer.
Even kijken, want er is eventjes iets waardoor dat ik het water kan dalen. En dit is eigenlijk een nieuwe vijand. Dat is een like-like. En I do not like likes, because like-likes zijn heel erg vervelend. Ik haat like-likes. I do not like likes. Like-likes. Like-likes! Oké. Okay. Ja, hier is het. Mooi. Hier willen we het water laten dalen door gewoon dus zeg maar weer Zelda's Lullaby te spelen. Die zagen jullie niet aankomen. Oké, nou, dan daalt het water, waardoor dat we dus zeg maar bij verschillende plekken kunnen komen. Zoals bijvoorbeeld verschillende tunnels. Navi, for the love of schoenzolen, weet ik veel. Wil je alsjeblieft een keer je klep houden? Oké, zat hij nou in een tunnel? Nee? Oh nee, die zit aan de andere kant. Oké, maakt niet uit. We horen het water nog steeds weglopen, dus er echt heel veel Auw! Jij speelt vals. Jij gemeen beest. Beest verlamd. Dan kan ik even rustig springen. Komt dat grote groene beest er ook alweer aan? Nee, dat lukt. Oké, nou, als ik me niet vergis, hier zit ook weer zo'n gat in de grond. Dus knuffel hier de muur. Pleur hier een bom neer. Ga hier in het hoekje staan. Schild jezelf voor de explosie. Want op die manier kunnen we hier weer een kistje vinden. De meeste kistjes zijn niet echt belangrijk. Aangezien dat er alleen maar deco nuts, deco sticks of bommen in zouden zitten. Dus ja, de reden waarom dat ik ze pak is gewoon om te laten zien hoe en wat. Ik ga in ieder geval alle kisten vanwege die reden. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Even kijken, wat zit hier? Ah, hier kunnen we nou doorheen, hè? Hier zou je eerst zeg maar niet doorheen kunnen, omdat er zeg maar... Ja, je zou hier doorheen kunnen zwemmen, maar dan zou je dit kistje niet te pakken kunnen krijgen. Maar je zou er doorheen kunnen zwemmen, eventueel mocht het nodig zijn. Hartje! Dan zou de tuiler heel erg handig vinden als hij nog maar anderhalf hartje had! Die reference van die Minecraft modded, Minecraft hardcore, die blijven gewoon houden. En jij jongens, ik weet dat er is heel erg veel vraag naar de hardcore serie. Wanneer komt de volgende hardcore serie? Mijn excuses jongens, hardcore is behoorlijk lastig om op te nemen. Nogmaals, dat duurt wel eventjes. Ik bedoel, we hebben hem redelijk snel gehad en ik wil hem niet eigenlijk te snel achter elkaar laten hebben. En vergeet niet, mijn kanaal is niet een Minecraft kanaal, dus alsjeblieft hou daar rekening mee. Dat ik me dus niet bezig hou 100% met... Nee, ik wil die zombies niet op hebben. Of mummies, of wat het dan ook. Het is een Gypto, ga maar af! Oh, ik haat Gypto's. Ik haat ze en ze moeten dood. Oké, okay, nou. Mijn kanaal is geen Minecraft kanaal, dus hou er wel rekening mee. Ik moet wel zeggen, ik hoop dat ik het mag zeggen. Ik hoop dat die al geüpload is. Anders sorry, Towler. Maar ik heb een keertje meegedaan met Skywars. Bij de Towler zijn kanaal. Mocht die al geüpload zijn, zou ik de link even hierbij in de beschrijving zetten. Mocht die nog niet geüpload zijn... Spoilers! Sorry. Ik hoop dat die al geüpload is, maar... Ik dacht dat hij dat zou doen op een... Vandaag? Of misschien al dat hij het maandag heeft gedaan? Ik weet het niet. Ik hoop het. Dus... Ik weet dat hij dinsdag en... Donderdag of dinsdag en vrijdag... Dan heeft hij... GTA Funny Moments, dus ik hoop dat ik het kan zeggen. Oké, okay, maar wat ik dus nou zeg maar op dit moment doe is even al deze toortjes aan om eventjes al deze lijkenkisten open te gooien. Omdat er zit in een van die lijkenkisten zit namelijk een sleutelverborgen die we zeker wel hebben. Dus. En er zit ook een Gimdo. Great freaking tastic. Nogmaals, ik zeg freaking. En heel erg veel Zoobits die ons gaan vervelen. Oké, okay, nou... Nee, Gypto, ik wil eerst eventjes die Zoobats verslaan. Jij komt dadelijk aan de beurt. Waar zitten die Zoobats? Waar zitten ze? Daar zit er één. Weet je wat? Ik pak de slingshot. Ik pak gewoon de slingshot. Ik heb hier geen zin in. Dit duurt mij te lang. Range! Oké, er zat er nog eentje. Zo, er eentje hier. Ja, daar. Ik ga hem pakken. Ik ga je pakken. Oké. En shoot en win. Goed zo. Oké, Gypto. Jouw beurt. Als ik nou op jou kon lokken. Oké. Spinaanval. Spinaanval. Spin like crazy. Oké. Never mind. Wat is hij aan het doen? Oh boy. Hij heeft ons gezien. Hij zit daar vast. Waarom ben ik bang voor jou? Serieus? Oké, okay, nou. Alle dingen die zijn open. Even kijken hoor. Wat zit hierin? Hier zit een hart in. Waar zit degene met de sleutel? Er zit er hier een met de sleutel, dat weet ik zeker. Hier? Nee. Deze dan.
Grave Robber. Sepienna Jones. Oh, jouw grin, Sepienna Jones. We hebben de sleutel gevonden. Tomb Raider. Raiders of the Lost Zombie. Maakt niet uit. Nou ben ik ook al in één keer een zombie. Zoveel naamgrappen. Ik kan er niet meer tegen. Oké, nou, we hebben weer een sleutel gevonden. En ik wil die Lens of Truth vinden. En dat is eigenlijk de main dingen. De sleutels die zullen we zeker gebruiken om weer even een paar Golden Skulls last te pakken. Maar wat dus zeg maar onze main goal is, is de Lens of Truth. Want dat zorgt ervoor dat we weer een Piece of Heart kunnen pakken. En die is namelijk heel erg belangrijk in één tempel die we later moeten gaan doen. Oké, nou, hier zit hij. Oké. Het water is hier namelijk ook hier weg. Dus dan kunnen we hier nou naar binnen toe. En als ik me niet vergis, hebben we hier dus zeg maar een mini-boss die we moeten gaan verslaan. Als Jong Zeepie. Vergeet niet, als Jong Zeepie het enige wat je kunt gebruiken is je botermesje, de Kokiri Sword. Dus ja. Je kunt nogal een beetje de moeite mee. Hou daar rekening mee. Yep, dit is de kamer. Oké, voor de jeugdige kijkers. Ik weet het, dit spel is neergezet als PEGI 6. Bij Ocarina of Time 3D hebben ze het veranderd. Maar dit monster kan voor sommigen beschouwd worden als nogal creepy. Ik waarschuw alleen. Oké, dus wat we moeten doen is we zien hier zeg maar vier zombiearmen uit de grond steken. En we moeten gepakt worden door één van die zombiearmen. En dan zou onze baas zeg maar tevoorschijn komen. Ik zie hem niet. Daar is hij. Ah, daar is hij. Creepy! Oh mijn hemel! Gewoon slaan! Gewoon zijn hoofd slaan! Als hij zich omdraait, ga hem niet volgen, want dan krijg je dus zeg maar een circle of dirt. En dat doet pijn. Dan wil je weer gegrepen worden door een van die zombiearmen. En als je dat doet, zeg maar, dan kun je dus zeg maar hem weer oproepen. Zorg ervoor dat je niet te lang vast zit bij zo'n zombiearm, want hij gaat je bijten en dat doet pijn. Oké, kun je iets dichterbij komen? Je bent echt creepy. Oh, ik haat jou. Oké, hij is weer terug. Hoe heet zo'n beest eigenlijk? Dat zou ik eigenlijk wel willen weten. Oh. Nee. Hoe heet jij? Dead Hand. Oké. Hij heeft me gebeten. Creepy. Oh, ik haat dat beest. Oké, nou. Waarom spant hij elke keer zo dichtbij? Daar hou ik niet van. Oké, nou. Weet je, ik kom wel naar jou toe. Laat je hoofd zakken. Heb je me weer gebijt? Dat is niet lief. Sterf. Ga heen. Ugh, creepy beest. In ieder geval vinden we daar ons derde kistje bij. En ons derde kistje bevat, zoals ik al een paar keer heb gezegd in deze aflevering. The Lens of Truth! Set it to something and look through it. Weer die tutorial. Be sure to try it outside of the well. Seeing the truth will cost magic power. So press E again to stop using it. Zeker heel erg handig, maar... Ik zal zeker laten zien hoe dat het precies in zijn werk gaat. Zoals je dus zeg maar ziet, in deze kamer zit nog een secret to everybody. Je ziet hier dus zeg maar nog een extra kistje ergens zitten. En die zit om precies te zijn hier. Maar we zien geen kistje. Gebruiken we de Lens of Truth... Ik had hem nog niet geselecteerd. Gebruiken we de Lens of Truth... Zit hij hier niet? Zit hij achter deze dirtpel dan? Oh, hier zit hij. Kijk, met de Lens of Truth zie je hem en zonder Lens of Truth zie je hem niet. Je kunt hem wel gewoon openmaken zonder de Lens of Truth te gebruiken. Hier zit een huge roepie in die dus 200 roepies waard is. Damn, wat krijgen we veel roepies in deze 300... In deze drie afleveringen. Vergeet niet, we hebben dus de Mask Salesman gehad. De Bunny Mask. Die gaf infinite roepies, dus laten we dat even gooien op 450 roepies die we daarvan krijgen. We hebben de... Frogs gedaan, dat ook nog eens in een keer 250 roepies gaf. Nou, 450 plus 250 is 700. Plus nog eens in een keer 200 roepies. Is 900 roepies in 3 afleveringen. En bombs. Oh boy.
I'm getting too old for deze shizzle. Nou, we hebben in ieder geval nog... de bubbel! Je ziet me niet. We hebben nog twee sleutels die we dus zeg maar nog kunnen openen. Of twee deuren die we kunnen openen. En dat wil ik zeker ook heel eventjes gaan doen. Nou, eentje daarvan die zit dus zeg maar in de main room. Nou, als we hier dus zeg maar naar doorheen gaan kijken... waar zit de main room? Spinnen. Kijk, zie je dat? Nou kun je het heel goed zien tot daar dus zeg maar een fake deur zit. Dus, oké, nou, even kijken. Daar zit een gat naar beneden toe. Dit is het gat waar we net doorheen zijn gevallen. Daar komt de floormaster. Ik wil deze deur nog. Want hier zit ook weer een golden skull. Zit hier nog een secret? Nee, gelukkig. Ah, vliegende potten nog om toe op een stokkie. Oké, ik heb hem. Alles is goed. Alles is machtig. Geef mij de golden skull. Nou, mag ik alsjeblieft? Daar ligt... Red Ruby! En ik pak hem niet op. Waarom? Omdat we hebben al zoveel rupees. Oh god, oh god, oh god. Oké, nou. Deze golden skull die hebben we er ook gelijk bij. En nou is er nog één deur die we kunnen openmaken voor, you guessed it, nog een golden skull. Weten jullie nog dat ik zei, I don't like likes? I really don't like likes. I really hate likes. I dislike likes. I don't like it. Geen duimpje omhoog voor de like. Dus, wel voor deze video. Like voor deze video. Oké, sorry. Die grap moest één keer gemaakt worden. Come on. Sorry. Mijn excuses. Maar er is dus zeg maar een manier om daar te komen. Want zoals jullie daarachter zien, zit daar een golden skulltula. Nou, likes, die zijn dus zeg maar heel erg vervelend. Want wat kunnen likes doen? Likes die kunnen ervoor zorgen dat ze jouw schild opeten. Of, en dit is heel erg nasty, als volwassen Link... kunnen ze dus zeg maar je kleding opeten. En dan bedoel ik dus zeg maar de speciale tunic. Zoals de red tunic. En de blue tunic. Dus kijk er vooruit. En likes drop ook heel erg veel roepies. Deze kamer. Evil. Niet leuk. Het lijkt op een hele simpele kamer. Maar schijnbedriegt zoals dat we hier al vaak zat hebben gezien. Ik gebruik de... slingshot even nou niet. Ik wil even hem even aan de kant hebben. Dus even hem... Hoppakee. Ah, jij sneaky. Sterf. Deze kamer ziet er heel erg onschuldig uit. Maar schijnbedriegt, zoals ik al zei, er zitten hier heel erg veel trapdoors. Die je dus... Of ja, trapfloors, moet ik zeggen. Die je dus, zeg maar, kan vinden. En dan heb ik één ding eventjes te zeggen over de theorie over de Hylian Shield. Ik kan het gewoon niet loslaten. Het spijt me dat ik het weer naar boven breng. De Hylian Shield, op het moment dat je hem al gekocht hebt, dat er een klein kistje is met 5 rubies. Ik bedoel, wij hebben hier een Deku Shield. En in dit kistje krijg je 5 rubies. Oh, ik dacht... Hè? Hoe? Nevermind, ik heb niks gezegd. In dit kistje zit normaal gesproken een Deku Shield. Dat weet ik zeker. Dus, dan weten jullie dat. Maar, als je dus een Deku Shield... dan wordt het gewoon automatisch vervangen met 5 rubies. Oké, nou, like deze video met deze like. Want we hebben hem gekild zonder schade. Like voor dat. Like. Oké. Scheelt mij weer editwerk. Dan hoef ik die ping er zelf niet in te editen. Oké. Golden Skulltula, wij killen jou heel eventjes. Omdat het kan. En nou zijn we klaar in deze dungeon. En volgens mij was dit ook 5 rubies. Yep. Een van die kisten is zeker een Deku Shield. Goed. Nou kan ik heel erg lui zijn en gewoon zeggen van... ja, ik ga naar de uitgang toe. Maar door dit Lens of Truth is er nog één ding wat ik in deze aflevering eigenlijk wou doen. Dus... kennen jullie het dungeon nog? Dan vraag ik mij af, mag ik die wel in dungeons gebruiken? Volgens mij wel. Yep. Dus we kunnen hier gewoon weggaan. We hebben onze zut. We hebben het niet meer nodig. En de deur die gaat. Ik ben zo terug. Altijd handig als de deur gaat. Of ja, de deurbel. Leuk. Nou, we zijn hier bij de Temple of Time aangekomen. Omdat ik wou heel eventjes bij... Hyrule Field eigenlijk zeg maar even langskomen. En dat wil ik eigenlijk doen in de avond. Zie dit eventjes als een iets langere aflevering.
Want er zijn namelijk een paar dingen die ik zeker hier eventjes nou wil doen. Voordat we dus zeg maar weer terug gaan naar Volwassen Link. Dus ja. Wat we nou kunnen doen nadat we dus zeg maar de well hebben gedaan. Hebben we weer 3 golden sculptures op ons naam. En we hebben de Lens of Truth. En de Lens of Truth, ik weet. Ik heb jullie al verteld volgens mij dat er hier dus zeg maar nog een piece of art te halen is. Die met luck gehaald kan worden. Maar ik gebruik liever echt de Lens of Truth omdat het totaal random gelukt is. Of random is dus. Wat je namelijk moet doen is, we hebben een hond achter ons. Ik moet met deze dude op praten. Open the chest and surprise. If you find a key inside, you'll be able to advance. Left or right, try your luck. 10 rubies to play. Do you want to try it? Zeker, want het zijn maar 10 rubies. Nou, wat dus zeg maar het hier is, is dit is eigenlijk een luck-based game. Je krijgt een sleutel van hem en dan moet je dus zeg maar kiezen welke kist dat volgens jou de sleutel zou hebben. Nou, dit is totaal luck-based. Ik ga het 1 keer proberen zonder de gebruik van de Lens of Truth. Dus laten we kijken hoe ver we komen. Wauw! Loser. Ik word gelijk loser genoemd. Nou, de reden dat je dit... Thanks a lot. Oh, dan moet je er weer in en uit lopen. Dit is de reden waarom dat je hier de Lens of Truth wil gebruiken. Op het moment dat je dus zeg maar de Lens of Truth gebruikt, kun je de inhoud van de kistjes zien. Dus, wil je geen lange tedious gebeuren hebben? Wees slim. En gebruik de Lens of Truth. Dus wat ik nou ga doen is, ik ga weer zeggen, ik ga het callen onder. Zie, nou zit hij wel onder. Zoals ik al zei, het is elke keer random. Elke keer als je dit dus zeg maar doet, wordt het random gedaan. Oké, nou, ik denk dat hij nou gemeen is en naar boven gaat. Zie, ik zou nou alweer af zijn. Nou, je ziet dus zeg maar de groene kamers, die hebben dus 1 ruby als prijs. Kom je na een tijdje bij de blauwe kamer, die hebben 2 rubies. Nou zal die wel boven zijn, of niet? Ja hoor. Oké. Dit is eigenlijk de manier waarop dat je dit wil doen. Er is geen manier om dit te verliezen. En sommigen die zullen dan zeggen van, oh, dat is wel makkelijk om rubies te halen. Omdat er is namelijk ook een kamer van 20 rubies die je kan gebruiken. En dan win je elke keer 10 rubies. Er zijn vele makkelijke manieren om aan geld te komen. Dus waarom zou je dit trucje gaan doen eigenlijk? Want het grootste wat je hier zou kunnen winnen is op het moment dat je de Piece of Heart hier hebt gehaald. Dan krijg je 50 rubies, heb je 40 winst. Van de brug af springen is sneller, geloof mij maar. Oké, laatste. I'm gonna call it. Onder. Yes! Ik ben goed! Nou, en als je dat eenmaal voor elkaar hebt gekregen, dan kom je dus zeg maar bij de laatste kist uit. En daar zit je Piece of Heart in. Yay, Piece of Heart! Hoppakee, winner! So far you collected 2 pieces. Er zijn nog maar 6 pieces te vinden in de hele wereld. Yay! Oké, nou, ik wil heel eventjes de Ocarina en heel eventjes pakken. Want dat nummer wat we hebben geleerd, weet hij... Oh, dat mag ik hier niet. Ik moet eerst even naar buiten lopen. Fijn. Ik ben stil, hè. Ik laat jullie dat deuntje gewoon eventjes goed horen. Ben je al gek van dat deuntje? Weten jullie nog dat bomspel waar ik helemaal gek van werd? Zelfde deuntje. Flashbacks. Yeek. Niet fijn. Oké, nou. Het deuntje wat we dus zeg maar geleerd hebben in de aflevering van gisteren, dat wil ik hier gebruiken als Young Zeepie. Dit deuntje, dat is zo vet, ja. Oké, de reden waarom dat je hier dus zeg maar wil warpen als jong Zeepie is omdat er zit hier... ik heb natuurlijk geen bugs bij me. Maakt niet uit. Er zit hier zeg maar een magic hole waar je dus zeg maar magic beam wil planten. Deze moet je planten. Er is geen ontkomen aan. Deze moet je planten. Anders zul je nooit de piece of art krijgen die deze zeg maar te verbergen heeft. Dus onthoud dat. Nou, met dat gedaan te hebben, denk ik dat er weinig te doen is nog als jongling voor ons op dit moment. Dus wat ik ga doen is ik ga terug naar de Temple of Time. En ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje of nog vragen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Zoals ik al zei, like als je daar de tijd voor hebt.
En ik hoop jullie allemaal te zien morgen bij de volgende aflevering. Morgen gaan we de Pieces of Hearts nog eventjes opvissen. En gaan we beginnen met de tweede tempel. Ik weet dat er is nog één sidequest van die flessen. Maar die vind ik zo tedious. Die is zo vervelend. En geloof me, dat wil ik op dit moment... We hebben al 3 afleveringen met alleen maar sidequest. Dus ik vind tijd voor een tempel. Dus morgen gaan we beginnen met de Temple of Fire. Ik hoop jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei! Oh ja, niet vergeten in de link. Daar staat beneden. Daar heb ik wat links neergezet voor de taulen waar ik ook present ben. Dus hopelijk vinden jullie die video's ook leuk. En abonneer als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Want de Tauler maakt ook geweldige video's. Echt, hij is echt enorm goed bezig. Maar tot morgen, jongens. Doei! Nee. Ik ga even dan naar die kant bouwen. Kijken of daar nog wat stuk ligt. Hi. Niks. Zelfpleger hier. Ik wil eventjes een kleine update op het einde van deze video die ik jullie graag heel eventjes wil meedelen over morgen. Morgen komt er geen Ocarina of Time aflevering. Dat omdat ik ben aan het opnemen geweest en het probleem is... we gaan dan naar de vuurtempel toe en dat is meer dan 1 part. Die kunnen we niet in 1 dag en dan wil ik niet het weekend tussen hebben. Plus heb ik nog namelijk een goed nieuws daarvoor, aangezien dat dit weekend, vandaag is de download uitgekomen voor Mario Kart 8. We hebben vandaag daar ook de opnames voor. En heb ik met de Tauler afgesproken dat ik ook weer een keertje mijn point of view zal gaan opnemen. Dus dat wou ik heel eventjes sowieso nog meegeven aan deze video. Denk ik. Dus ja, zoals ik ook al in de video had gezegd, de Minecraft video die de Tauler heeft gedaan, die zal ik nu, ik weet niet waar mijn editor mij neergezet, maar ergens om mij heen, er staat nou een video te lopen met Skywars. Als je daarop klikt, dan kom je automatisch op die video van de Tauler, wat ik Skywars doe, samen met de Tauler en Noobben bij de Tauler. Dus video, Skywars, hier, ergens, ik weet niet waar ik sta, dus... Je alleen maar op te klikken. En ja, maandag gaan wij dan weer verder met Ocarina of Time. Dit weekend komt er dus een special voor de Mario Kart 8. My point of view. De Tauler die neemt gewoon zijn point of view op. En het zal gefocust zijn op de DLC. Ik denk dat dat wel leuk is. Dus ik hoop dat ik jullie daarmee hier weer genoeg heb geüpdate. Bedankt nog voor het kijken naar deze video. Wat ik al eigenlijk heb gezegd in de video, maar dit is weer later opgenomen, dus daarom zeg ik het nog een keer. YouTube Gathering komt er ook heel dichtbij. 23 mei, bent hartstikke leuk, maakt mij blij. De Tauler en ik ook aanwezig. En voor de rest, heel mooi weer vandaag nog. Dus we gaan afwerken, maar zwerven zal blijven. Ja, ik denk dat ik verder moet zeggen. Ja, bedankt voor het kijken van de video. En ik hoop jullie allemaal te zien met Mario Kartak. Dus, en maandag. En ik hoop dat jullie een top weekend hebben en al die dingen. Dus ja. Ik denk dat ik het daarbij ga laten. Dus doei!